Ik wil even een kleine opname maken in verband met de aflevering van College Tour. Die morgenavond wordt uitgezonden, de 17e, op tv. En College Tour met Esther Ouwehand. Ik heb de uitzending eerder bekeken op NPO Start. En ja, wat wil nou geval? Er is archiefmateriaal gebruikt. Waar ik ben erin te zien. Maar er is ook een foto gebruikt die ik heb gemaakt. En dat wil ik even laten zien hoe dat precies zit en wie is wie. En ik zag ook nog een foto van Esther Ouwehand met Quint en Huub Bellemakers. En daar geef ik ook even wat uitleg bij. Kijk even naar de duiding die ik hieraan geef. En waarom zit ik eigenlijk in deze aflevering van College Tour? Samen met Marieke van der Plas. De beste, of de hartsvriendin van Esther. En ik woonde samen met Marieke. En Marieke is nu de partner van minister Dekker, die mij eervol heeft ontslagen. Bent u daar nog? Dekker is inmiddels geen minister meer. Die heeft nu een andere hoge positie. Maar hij is wel betrokken bij een zeer groot corruptieschandaal. Dat is mijn dossier. En Esther weet ervan en Marieke weet er ook van. Genoeg geluld. Kijk naar de beelden die getoond zijn bij College Tour. Maar eerst nog iemand die jou heel goed kent. Een van jouw hartsvriendinnen. Kijk mee naar Marieke op het strand bij Katwijk. Oh, leuk. Scheveningen. Twan, dit is Scheveningen. Katwijk is voor Esther en mij echt wel van betekenis nog tot de dag van vandaag. Het heeft ons heel erg gevormd in wie we zijn. We hebben elkaar in de basisschool. Ze was heel alternatief gekleed toen al. Echt wel opvallend alternatief. Gereserveerd, echt wel op zichzelf. Ja, en het was ook wel opgroeien in een christelijke omgeving. Zwarte pakken en geloven in bijbels. En ja, dat is ongeveer te veel wat voor de staat. En dat maakte bij Esther en mij, dat hadden wij heel erg gemeen, dat we... ja, maatschappij kritisch werden, dat we vragen gingen stellen op onze eigen manier. Het activisme van Esther is wel een geleidelijk proces geweest. Ja, dus ik weet nog dat ze op een gegeven moment kwam met een fotootje. Dit is Marieke, bekend van dossier turnmisbruik en de Rutgers lesstof voor kinderen. Was ik een broodje aan het eten, kipfilet, en je eet een broodje dood dier. Hoeveel dieren zijn er hier nou in zitten? Waarom ben je het aankomen? Omdat ik vind dat het een beetje raar is om altijd alleen maar over vis te spreken in termen van gewicht. Maar we zijn allemaal individueel even bespreken. Haar familie, haar gezin is heel belangrijk voor haar. Dat zag je ook laatst toen haar vader overleed. En de post die ze daarover deed op Instagram. Dat is voor haar een belangrijke waarde. En zeker in zo'n drukke baan als waar zij in zit, houdt zij vast aan vrienden, aan familie die ze misschien niet vaak ziet. Esther vindt het heel fijn om in de natuur te zijn en geniet heel erg van muziek, van concerten, van festivals. Bellemakers en Quint. Ze mediteert ook en dat is supergoed. Ik denk dat je dat ook nodig hebt om in balans te blijven bij dat drukke werk. Ja, en dat is twee keer niet goed gegaan. De eerste keer is ze wat langer uitgevallen. De tweede keer heeft ze zelf eerder aan de rem getrokken. Super, daarin is denk ik al veel zelfbewuster geworden. Maar dat blijft wel een aandachtspunt. Want Esther moet ook af en toe op één komen, anders houdt het niet vol. Ik zag vanmiddag nog even Hans Lindeboom, een bekende Katwijkse kroegeigenaar, voorheen kroegeigenaar. En Hans die zei, die kwam me tegemoet rijden op strand en die zegt van Huig, hoe zit het met de credits en de copyright? Dus ik zeg, waar heb je het over? Hij zegt, ja, er is een foto van mij gebruikt bij College Tour. Dus ik zeg, nee, ik heb die foto gemaakt. Je ziet daar mijn kin heen en weer trillen, zeg. Maar hij zegt, ik heb die foto gemaakt op 21-8-1997. En het was jouw digitale toestel, Hans. En toen zeg je, oh ja, zo was het ook alweer. Die avond traden de heidroosjes in de schuit op. Een try-out voor Lowlands 1997. Het was een daverend succes. En het was een graadje of 48. Zo warm was het. Bijna iedereen liep met een blote bast. Maar die foto laat ik ook even zien. Die hebben ze, daar zie je Esther, nog met kort haar. En Marieke van der Plas. En ja, dat waren andere tijden. Wisten wij veel dat we 26 jaar later in een hele andere feuilleton terecht kwamen. Je moet het zo zien.
Ik ben een erkende klokluider van justitie. Marieke was vanaf 2020 betrokken bij het dossier turnmisbruik. Zij was algeheel directeur van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek-Unie. Toen daar de pleuris uitbrak, omdat de turnsters gingen praten over het misbruik. Ik heb met Esther in de zomer van 2020 gesproken over deze zaak. En gezegd wat ik had meegemaakt. En op een gegeven moment heb ik contact gekregen met enkele klokluiders van de Turnbond. Voormalige kampioenen. En in mijn strafdossier, in de aangifte van Rutte, het hoge beroep van Rutte gaat binnenkort voorkomen in de rechtbank van Den Haag. In dat strafdossier, daar zit Esther Ouwand, hebben ze daarin gepropt. Maar ook de eerste klokkenluider van de Turnbond. En dat is Petra Witjes. En ja, het liefst had het Openbaar Ministerie gezien dat ik mijn hoge beroep introk. Maar ik trek het niet in. Want Lisa zit ook in het dossier. Yvonne Kuls, de oma van Lisa, Gidi Markeshoer, Pepijn van Houwelingen, Esther Ouwand, Petra Witjes, de eerste klokkenluider van de Turnbond. Ja, te gek, een knotsgek dossier, maar de echte pers wil er nooit over praten. Ik heb al meerdere journalisten aangeboden van, joh, Esther Ouwand is de laatste week volop in het nieuws. En ik heb knotsgekke informatie over Esther. Ja, want de agenda die de partij voor of van of tegen de dieren hanteert, die is niet mijn agenda. Die is niet goed. Het is een WEF georiënteerde agenda. Ook de Sustainable Development Goals die staan op nummer 1 bij deze partij. En ik ben daar tegen. En ik ben voor eerlijke politici. En Esther heeft haar mond gehouden terwijl zij kennisdrager is van mijn gruwelijke dossier. En zij hield haar mond toen ik in een gevangenis werd opgeborgen. 4 keer. Dat is heel erg. Ik ben overigens ben ik van mening dat Esther Ouwand per direct hoort op te stappen. Per direct. Move. Dit is de gitarencoalitie met Huub Bellemakers, Esther Ouwand en Peter Quint van de SP in 2016. En afgelopen week, Christel Klomp of Chris Klomp, die is hard bezig om het verhaal van Lisa te elimineren. Het is niet waar, zegt Chris Klomp. En het is allemaal gelogen. En het onderzoek van Koen Voskuil, Sanne Terlinge en Huub Jaspers deugt niet. Maar en dan gaat Huub Bellemakers zich er ook mee bemoeien. De commissie, Hendricks, geen harde bewijzen voor georganiseerd ritueel kindermisbruik. Nou, ik heb erop gereageerd naar Klomp en de vriend van Esther Ouwand. Esther en Bellemakers. En ik zeg, Corine Detmeijer, de oud-nationaal rapporteur menshandel en seksueel geweld tegen kinderen, publiceerde op 21 december 2022... een officiële reactie op het rapport van de commissie Hendricks. Lees alsjeblieft op de website link wat Detmeijer over Lisa schrijft. Detmeijer, collega van de topambtenaar die door Lisa beschuldigd wordt van kindermisbruik. En ik heb Chris Klomp ook in 2016 bij een rechtszaak gezien in Amsterdam. En daar werd die ambtenaar gehoord. Maar ik heb ook bij verhoren aanwezig geweest van rechercheurs. En die hebben verklaard dat zij in 97-98 deze topambtenaar, toen de tijd directeur-generaal ministerie van Justitie, dat die verdacht werd van georganiseerd kindermisbruik van minderjarige kinderen. En Lisa, die heeft hem vanaf 2013 is gaan praten. En wat jullie niet weten, Bellemakers en Esther Ouwand en Quint, ofwel. Ik heb onder politiebewaking bij de getuigenverhoren aanwezig geweest in mei, juni en augustus in de rechtbank van Breda. En daar hebben de kinderen verklaard dat zij verkracht zijn door hun vader. En de topambtenaar van justitie werd ook weer genoemd. En ik zat daar onder zware politiebewaking en er mag niet over gepubliceerd worden, want dan word ik onmiddellijk in de gevangenis gezet. En Esther komt voor in mijn strafdossier. En Lisa ook, en de moeder en de oma van Lisa. En moet ik dan elke keer in de gevangenis geplaatst worden omdat ik de waarheid vertel? Als ik nog een keer in de gevangenis word geplaatst, ja. Ik ben de klokkenluider van het gevangeniswezen. Erkend door de bijzonder vertrouwenspersoon van Jessel Gus en Weerwind. Laat dat eens tot je doordringen. En laat dat eens tot je doordringen dat als een Kamerlid dat weet en je houdt je mond, ben je dan nog wel op je plek in deze Kamer als volksvertegenwoordiger? Dan ben je niet op je plek. Shame on you. Ik was toch je beste vriend, Esther. Hè?
Ik begreep je agenda niet, maar nu heb ik het wel door. Hè? Heel erg vind ik het. En de hartsvriendin van Estrauand die je bij College Tour zag, ja, dat was, daar heb ik mee samengewoond. Maar Verona van der Leur deed in 2020, 3 jaar geleden, een boekje open. Zij zegt, in de panorama stond voormalig turnster Verona van der Leur, kaarte vorig jaar, 2019, de misstanden bij Turnbond, KNGU, al aan. Gehoor werd daar niet aan gegeven. Sterker nog, de KNGU-directeur Marieke van der Plas lachte haar gewoon uit. En Verona zegt, de KNGU van Marieke is een criminele organisatie. En momenteel is Marieke de directeur van de Rutgers Stichting, of Rutgers. En ja, dat kennen jullie, of de mensen die kinderen hebben, van lentekriebels en kriebels in je buik. Vinden jullie dat een leuke, goede lesstof of een verkeerde lesstof? In het rapport van Detmeijer, als je dat leest, dan veegt ze de vloer aan, zeg maar, met het rapport van Hendricks, waar bellenmakers en Klomp mee weglopen. En in het rapport van Detmeijer staat, op grond van dit onderzoek staat vast dat Lisa een kind heeft gebaard rond haar 14e levensjaar. Ook staat onomstotelijk vast dat die baby er niet meer is. En Detmeijer weet te melden, deze zaak is aangedragen bij een VN-commissie. En dat is in eind 2022 gebeurd. Of in ieder geval in 2022. En ja, daar wordt niet over geschreven door de pers. En in het rapport van de commissie Hendricks kom ik ook nog voor als in een deelrapport. Het is ongelooflijk, maar waar. En Detmeijer zegt ook van, ja, dat er kindermisbruik plaatsvindt door hoge elitaire mensen. Ja, dat is gewoon ook al bewezen. Deze stellingname, nee, dat is niet vol te houden na de veroordelingen van Harvey Weinstein, Epstein en Prins Andrew. Ook mensen van gezag en aanzien kunnen ernstig crimineel seksueel gedrag vertonen. Ook bij justitie waren kinderrechters Van der Ven, Thomas Van der Ven en Thomas Ruip in Den Haag betrokken bij veelvuldig seksueel misbruik van hun pupillen. Kinderen voor wiens bescherming zij verantwoordelijk waren. En zij waren niet de enige justitieambtenaren. Het is dan ook onzorgvuldig van de commissie, Hendricks, om de optie dat de slachtoffers de waarheid spreken niet bij haar overweging te betrekken. En, maar ja, daar hoor je bellenmakers en Klomp niet over. En ik vind dat misdadig. Ja, kindermisbruik moet je niet bagatelliseren. En je moet niet vergeten, ik heb met de moordenaars en ontvoerders en kindermisbruikers en kinderverkrachters en babyverkrachters gewerkt. Ik ken ze ook. Ik heb honderden van die zaken. Ik heb met de daders gewerkt. Maar de laatste jaren heb ik me ingezet voor Lisa en haar familie en haar oma. En daardoor ben ik meerdere keren in de gevangenis gekomen en wilde ze ook mijn huis veilen. Elke zaak die er tegen mijn eis aangespannen, komt Lisa naar voren. Lisa. Steeds maar Lisa. Yvonne Kuls ook. En de oma van Lisa en de moeder van Lisa. Ja, en een van de hoogste rapporteurs van Nederland, die gelooft Lisa. Maar Chris Klomp en bellenmakers, die willen het verhaal kapot maken. Dat moet u even niet vergeten. Dat moet u nooit vergeten. En deze foto maakte ik in de hal, in de gang van de Schuit. Een jongerencentrum waar wij altijd te vinden waren. Wij leefden wel voor die tent en we hebben echt een hele goede jaren gedraaid. We zaten samen met elkaar in bestuur. En we waren gewoon een succesvol tent van de Bollenstreek. Leuke bandjes, leuke cabaretiers, leuke tijden, andere inzichten. En ja, als ik er nu op terugkijk, denk ik van, joh, wat is er toch allemaal gebeurd, joh? Where did we, of where did some, waar zijn sommige mensen een ander pad ingeslagen? En hier sta ik na afloop van het optreden van de Heideroosjes in de bestuurskamer. En met een zeiknat shirt, het was bloedheet binnen. En die gasten hadden een succesvolle try-out. Een paar dagen later speelden ze op zaterdag, ik meen 23 augustus 1997, in de Alpha-tent van Lowlands. En daar heb ik ook nog een stukje van meegekregen. En ze kwamen toentertijd graag in Katwijk. Ja, leuke tijden. En dit is pagina 54 uit dossier Apeldoorn. In oktober dient mijn hoger beroep, wat 3 keer is uitgesteld door het OM.
En ja, ik wil getuigen oproepen, omdat de NCTV met mijn zaak te maken heeft gehad. En ik heb met de antiterreurbestrijding aan tafel gezeten. En 5 maanden later hebben ze me gecriminaliseerd. Dus ik kan aantonen dat mijn zaak berust op allerlei vreemde machinaties en ook valse aangiftes in een ander dossier. En hier zeggen ze van, ja, Plug heeft redelijk veel contact met Esther Ouwehand, Partij van de Dieren. Over onder andere de Tweede Kamer, debat, ministerraad en politieke beschouwingen. Vlak voor mijn arrestatie op 12 november heb ik nog 20 minuten met Gidi Markesower gebeld. Misschien nog wel langer. En wing op en ik werd gearresteerd. Dus de Tweede Kamerlid belde met mij. En ja, ze deden dan cherrypicking, want er waren meerdere mensen met wie ik over Rutte en de Jonge sprak. En, maar die zijn niet in het dossier beland. Waarom niet? Wie waren dan die mensen? Hoeveel Kamerleden zijn er buiten dit dossier gehouden? En is er ook een familielid van Hugo de Jonge uit het dossier gehouden? Die mij heel goed kent. Ik ben geen gevaar. Meerdere politici zeggen dat ook. En toch wil justitie mij als een gevaar bestempelen. Ik pik het niet. Justitie, de rechtspraak, het OM, de kabinet en de topambtenaren hebben een officieel erkende klokluider ervaren. En ik word genegeerd door de MSM en aangevallen door de pers en ook door een trollenleger. Nou, maar ik ben nog steeds overeind gebleven en ik ben het ook van plan om te blijven doen. Met de waarheid kom je het verst. En ik ben tegen kindermisbruik. Kort, ja, S. Movie. En als er een foto dan in een college tour belandt, ja, toevallig zijn dit 3 vriendinnen van me geweest en 2 die weten precies of ik in mijn slaap lag en blijf doorpraten. En de middelste, dat is, ik mag gewoon, ja, die kent mij ook door en door. Maar ja, helaas blijft een lieve schat, nog steeds. Alleen ja, er is iets geks aan de gebeurd met Esther, Marieke en mij. We zijn behoorlijk in het nieuws gekomen. Ja, en ik vind dat ik het bij het rechte eind heb. Ja, dan moet je, als klokluider beland je in een lastig parket en ook in de gevangenis. En ja, de mensen, als ze de kranten geloven, ja, dat mag. Maar ik, mijn strijd duurt voort en met de waarheid kom je het verst. Ja. En ik zou willen dat het nog was zoals vroeger, maar ja, het leven gaat door, zeggen ze dan wel eens. Maar welke keuzes maak je? Maak je wel de juiste keuze? Ik laat niemand kiezen of je voor mij bent of tegen mij. Je mag het allemaal zelf weten. Dat wilde ik even kwijt. She knows everything. She knows everything.